Dit filmpje gaat over het betrekkelijk voornaamwoord. Het betrekkelijk voornaamwoord, luister weer goed, heeft betrekking op een ander woord. Het verwijst naar personen of zaken die al eerder in de zin genoemd zijn. Dit zijn voorbeelden van betrekkelijke voornaamwoorden. Die, dat, wie, wat, welke, hetgeen. Even in een zinnetje. Het boek dat ik gekregen heb. Dat verwijs naar het boek. Dat is dus een betrekkelijk voornaamwoord. Het broodje dat ik net kocht is alweer op. Dat verwijst naar het broodje. Dus dat is een betrekkelijk voornaamwoord. Antecedent. Dat is hetgene waarop het betrekkelijk voornaamwoord betrekking heeft. Het verwijst naar een woord dat eerder genoemd is. Gaan we even aan de hand van een voorbeeldje kijken. Het boek dat ik gekocht heb, dat verwijst naar het boek. Dat is een betrekkelijk voornaamwoord. Het boek is het antecedent. Daar verwijst dat naar. Sommige zinnen hebben een ingesloten antecedent. Dan zit het antecedent al in het betrekkelijk voornaamwoord. Kijk maar mee in het volgende zinnetje. Wie dit leest is gek. Wie is een betrekkelijk voornaamwoord. In plaats van wie kun je zeggen, hij die dit leest is gek, of degene die dit leest is gek. Wil je meer filmpjes zien? Ga naar www.maaikezijn.com of bezoek mijn YouTube-kanaal.